Inderdaad, Van Munt komt binnen. Van Lommel. Finish. Ze hebben blijkbaar gisteren naar het EK gekeken, indoor, om het eens na te doen. En ze deden na. Tweede werd Clara de Vocht van Hulshout. Tweede werd in Bonheide eerder dit jaar, de eerste cross van het seizoen. En dan winnares werd niemand minder dan Marten Meeuws van Arak. Klaas van Herve. Ze verplaatsing voor Overhadden om hier in de Senderlo aanwezig te zijn op deze wedstrijden. In het kader van het Belgisch kampioenschap voor Masters. En het viertal wordt een trio. Of kan de vierde man toch nog? En er wordt serieus aan de boom geschud nu. En er wordt serieus aan de boom geschud nu. Eén man alleen aan de leiding op dit ogenblik. Een kilometer voorsprong. Is dat niet wat vroeg? Zijn pijlen aan het verschieten, heer de man aan de leiding. Onder
versnelde de man van Erbe, Sabbe Klaas, dan een niet aangesloten atleet. In tweede positie, dan krijg je slik atleet Ruben Pauwels. In die volgorde is niet aangesloten. Maar hij gaat wel naar de overwinning lopen. En net intussen een verhaal gevonden. En op de tweede plaats, de man in het blauw, dat is iemand uit Duitsland, Vernikov. Zijn zus loopt straks. Vernikov uit Duitsland. Van Loijs, de plaatselijke club. En dan Tivo Bondelaars. Als je over de Jan Bak ziet, dan is het goed. Kom maar, Antonio. Met die kleine mannen die nog rijden. Dat de kinderen nog tegenover. Hier is Lodewaarts. Kom aan, Klaas, we zijn er bijna. Courage. Hier is Lodewaarts. Il est mort, mais tu peux y arriver, Klaas. C'est magnifique, franchement, bravo. T'es bientôt là. Allez, Klaas. De man uit Duitsland, Vernikov. Mooie wedstrijd van Ruben Pauwels op 3. Peter moet afleggen hier. De man in de aubergine kleuren. De man uit Werchter. Lodewaarts. Zevende plaats. Bij de Scorpions.
deze wedstrijd. Op de tweede plaats de man uit Duitsland, Vernikov. Op het schabokje voor het podium. Mooie wedstrijd van Ruben Pauwels op 3. En dan Thibaut Mondelaars. Kom maar, Thibaut. Kom maar, hè. Goed zo. De man van Mol op de vierde plaats. Dat moet Jasper Een goede andere meter moet afleggen hier. De man in de adviseerbeuren. De man uit Werker. Sinterklaas van Erbe wint deze wedstrijd. Op de tweede plaats de man uit Duitsland, Vernikov. En dan krijgen we Ruben Pauwels, dacht ik, van Loosjen, de plaatselijke club. Mee op het schavotje voor het podium. Mooie wedstrijd van Ruben Pauwels op 3. En dan Thibaut Mondelaars. De man van Mol op de vierde plaats. Dat moet Jasper Potu zijn. Jasper Potu van Roma. Martijn Sijsens van Loosje. 6. En dan Lode Wuits op 7 van de Roma. En ik op de 7e plaats. Beide schoenen. En op de 3e plaats. Ruben Pauwels van Loosje. En zo kunnen we nog vragen om het eerste internationaal podium. Ja.